boodschap voor Mark Rutte en voor de Nederlandse regering. Mark Rutte, ga je diep, maar dan ook diep, maar dan ook diep schamen voor de Nederlandse regering zich nu opstelt. Mark Rutte, hoe kan je blijven spreken over het recht op zelfverdediging van Israël, terwijl de criminele regering van Israël bommen gooit op ziekenhuizen, bommen gooit op kinderen en hele wijken in Gaza van de kaart veegt? Mark Rutte, ga je diep schamen voor die opstelling? Mark Rutte, hoe kan je blijven zeggen dat je onvoorwaardelijk achter de regering van Israël staat, als we al 75 jaar zien dat de regering van Israël illegaal het land afpakt van de Palestijnen, Palestijnse kinderen vermoordt en ervoor zorgt dat de Palestijnen onder een apartheidsregime moeten leven? Mark Rutte, ga je diep, maar dan ook diep schamen. Ik vraag de Nederlandse regering en de internationale gemeenschap, hoeveel onschuldige Palestijnen moeten er nog doodgaan voordat we eindelijk omkijken naar hun lot? Hoeveel Palestijnen moeten nog het slachtoffer worden van de onderdrukking voordat we eindelijk omkijken naar hun lot? En ik heb daarom ook een boodschap voor Netanyahu. Netanyahu, je bent een oorlogsmisdadiger. Netanyahu, er is maar één plek voor jou. Er is maar één plek voor jou en dat is hier in Den Haag bij het internationale strafhof. En al die politieke partijen hier in Nederland, die op dit moment nog achter de regering van Israël staan, met wapenhandel, met een defensieovereenkomst, ook die partijen, die moeten zich diep schamen. Want elke keer dat zij achter de regering van Israël blijven staan, legitimeren zij de oorlogsmisdaden van Netanyahu en dat moet stoppen. Wat wij willen is een vreedzame oplossing waarin de Palestijnen in gelijkwaardigheid met christenen en joden samenleven in dat gedeelte van de wereld. En in onze opvatting is die oplossing één staat met gelijke rechten voor iedereen en die staat bij Palestina. En laat je niet van de lijst brengen dat dat iets kwaadaardigs zou zijn. Want we zien de censuur in de samenleving. We zien hoe politici proberen ons mond dood te maken. Ons in de hoek van de antisemieten te drukken. In de hoek van terreur te drukken. En ik zeg, wij blijven ervoor strijden. Want wat wij willen is gelijkwaardigheid en vrijheid voor iedereen. En wij keuren elke vorm van haat af. Ik heb het ook zelf meegemaakt, omdat ik in het parlement opkwam voor het lot van de Palestijnen, dat mij het woord werd proberen te ontnemen. En ik wil de politiek laten horen dat wij met meer zijn, dat wij blijven strijden. Vandaag, morgen, overmorgen, wanneer het ook nodig is, blijven wij strijden totdat de Palestijnen vrij zijn. En wij zijn tegen haat. Wij zijn tegen uitsluiting. En als je tegen haat bent en tegen uitsluiting en voor de gelijke rechten van iedereen, dan is er maar één boodschap. From the river to the sea.